En voor de mensen die meekijken, hallo allemaal. Ja, dit is een soort van challenge die we hebben opgestart. Dus we hebben heel deze map is ingezaaid met bieten. Alles is bieten. En ja, we zitten nu alles in silo's te gooien. En dan aan het einde van... als we alles geoogst hebben en in de silo's zitten, doen we alles in karren. En dan hopelijk is dan het nieuwe spel uit. Want de dag, dit is een mooie afsluiter voor het oude spelletje. 22. Ja. Dus we gaan 19 even goed afsluiten. En we beginnen wel halverwege de opname, want we hadden hiervoor natuurlijk al het klaarmaken van de velden, maar ja, de opname werkt niet helemaal. Maar alles is 100% bemest. Ja. En nou is het bieten blaffen. Bieten blaffen, ja. Met onze fans 1050. Ja. Toch ons merk. Fan. Ja, wij zijn geen John Deere types. Nee, John Deere het. Het enige John Deere die we hebben in het spelletje is een ouwe. Ja, dan is zo'n grote rookpluim erop. Ja. Want wij geven niemand milieu in het spelletje dan. Nee. Maar ons hart lag bij de fans. Ja. Duitse degelijkheid. Ja, ik rij zelf ook in een Volkswagen, dat is ook Duits, dus ja. Dat is ook Duits, ja. Nou, het stuk waar ik nou zit, het is een stuk asfalt of een stuk beton, daar lag vroeger een hele grote bult. Want we wouden eerst een hele grote bult gaan maken, maar dat, dat werd hem niet. Een goed plan. Het was wel iets te groot en die moeite om het weer op te scheppen, dat was te groot. En het spel begon ook te haperen, want het waren al meer dan 1 miljoen bieten. Ja. En we zitten ondertussen alweer op 2,5 miljoen, dus ja. Ja, het gaat lekker. We zijn er maar net begonnen. Ja. Klem hier hoor, rijden boven. Goeiedag. Ja, dat geloof ik. Oh, daar hebben we toevallig de meneer die nou ook hoort. Ja, dat, is dat is mijn vader en die komt daar nu aan. Ik kom even lopen. We gaan even ga je zeggen. Ja, daar staat Martijn, maar dat is mijn naam. Maar dat is Anton. Hallo. En ik zelf ben Martijn. Het is ingewikkeld, want ja. Jullie kijken naar Martijn. We hebben een spelletje gewisseld. Ja. Ja, goed. Gaat ie goed? Ja. Gaat behoorlijk. Ik heb al een half karretje weer, maar... Mooi. Ik ga weer naar... Ja. De rooier van Anders staat hier te wachten. Haar. We gaat er hoor, vol gas, oké. Mooi man. Oké. Ja, wij moeten nou wachten op onze rooier, want wij zitten dichterbij. Want als we op de map kijken, dat kunnen jullie nu niet zien. Is wij zitten hier, oh. En Anton die zit helemaal bij veldje 1. Dat is best wel een eindje weg, zeg maar. Stukje rijden, ja. Dus, want hier staan onze silo's. Mega silo 9. En die staan bij mij letterlijk dichtbij. Maar ja, je ziet het. Hij moet eventjes een stukje rijden. Langs de winkel. Oh nee, niet langs de winkel. Maar, het valt bij. Gas erop. Hang is alles, rammen is angst. Precies dat. Ja, we hebben ook al een paar keer op de kop gelegen met die fans, dus...
Vooral ik. Ja, mijn toetsenbord valt niet mee, hè. En dan leg je met een volle kar leg je op de kop of zo, of ja. Of zoals dit, wat ik nu gebeurt, dan stuur je ineens volle naar links. Ja, dat heb je met toetsenbord, want ik heb ook een stuur. Maar ja, die staat bij mijn vader. Kun je twee sturen? Die heeft nu twee sturen. Je rijdt nog, dus je hoeft niet te wachten op mij, dat is mooi. Nee, dus okay. Ik stuur nu met mijn toetsenbordje. Vul hem maar weer. Kom maar vol die bak. Ja, ja, ja. Zeg gelijk de mek dat ik hem blokkeer. Echt, hè? Ja. Dat is altijd. Wow, nou daar hebben we dus een gevalletje toetsenbordbesturing. Dat ging bijna mis. Staat allemaal op de video, hè? Oké. Mooi man. Nou, ik kan die roer makkelijk bijhouden. Ja, dat is mooi. Makkelijk. Een seconde te wachten. We gaan eens even bij hem langs met de kever. Ik moet toch wachten op mijn rooier. We hebben een kevertje staan hier, hoor. We gaan eens even langs. Ja, kom maar eens even kijken. We hebben hier twee kevertjes. Ja, dat zijn echt prachtdingetjes, hoor. Hoppakee. Lekker geluidje. Oké, daar gaan we. Chef, kijk wat die allemaal aan het sjouwen is. Ja, momenteel niks. Momenteel sta ik stil. Ja, ja. Ja, nu kun je ook gelijk zien wat voor eentje het is. En wij rijden nou 66. Met de tractor rij je iets langzamer natuurlijk. Ja, het is een pittig. Oh, ik rijd er ook gewoon voorbij, joh. Oh, stoppen. Het is hier al. Oh, even over het spoor heen gaan. Is dat verstandig? Ik denk het niet. Oh, ga gewoon met de kever. Oh, toch. Ik rijd nou over het veld met de kever. Met deze dunne bandjes. Dat vindt hij niet leuk. Toch niet? Nee, ik rijd maar 22 en hij gaat niet harder. Ja, dat is natuurlijk geen off-road wagen, hè. We hebben ook nog een pick-up staan. Dat ik beter kunnen pakken. Dat ben je teruggegaan. Kijk, de rij is hoor. Oh, als het geoogst is, dan rij je beter. Dat is gek. Ja, ja. Daar zijn ze hoor. Ik ga even naar het gaan. Maar goed, dan gaan we maar. Oh, ik rij gewoon met je mee. Rij maar gewoon aan. Gezellig. Nou, dan kun je nu ook eens zien hoe het gaat bij hem. Achter de schermen. Achter de schermen. Er zit ook een groot skelet van een walvis, ik weet niet waarom. Nee, dat weet ik ook niet. Het lijkt Jurassic Park wel. Ja. Oh. Remmen. Wat heb jij altijd? Nou, vaak wel. Ik heb dat nooit. Ik ken er omheen met... Wacht, ik ga proberen. Over het spoor! Ding. Komt er eens nog een trein aan? Oh! Waar weg.
Wow. Oh shit, komt nog een auto aan. Help! Bijna botsing. Zit je weer achter zo'n landbouwvoertuig? Jongen, jongen, jongen. Ze rijden ook nooit door. Kom op, Pieter, man, zal kiepen op je motorkap. Jongen, 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 altijd die boeren. Altijd die boeren. Ja, toch heeft hij er aardig de gang in. Ik hou hem niet bij met de. Dan wordt zo minder hoor, hier omhoog. Nou, mijn Volkswagen heeft er ook moeite mee. Dit is vol gas. Dat was een aardig omhoog stukje dit. Oké, okay. Dus even kijken hoe het aan mijn werker is. Als het goed is, staat hij nog steeds niet stil. Nee, die rijdt nog steeds. Hoi man. Of staat hij wel stil? Nee, hij rijdt wel. Oké. Okay. Nou, prima toch. Dan heb ik gewoon nog tijd om een beetje te klooien. Nou. Dat is leuk voor de kijkers thuis. Ja, zeker. Hopen dat ik nog een keer op de kop vlieg of zo. Nou ja. Oh, nou staat hij stil. Kijk, wat een timing. Dat is echt een timing, jongens. Vaker doen. Kijk hem staan dan, met zijn vent. Bij de silo's. Dan mis je toch echt een rookpluim als je zo dat beeld ziet. Ja, maar ik kan hier niet aan het schroefje draaien. Nee, dat zijn allemaal chippies. Dat zijn met deze niet meer. Dat zijn allemaal chippies. Jammer hoor. Ja. Wat had wel even gemogen bij deze fans. Klein beetje power erbij. Klein beetje. Ze hebben het net een klein beetje nodig nog. Een beetje met pit erin. Het is het net niet. Maar ja, het is een vent, dus dat vergeeft het weer. Daarom. Oké. Even op zoek. Oh, dat zijn onze oude trekkers trouwens. Dit zijn, hier zijn we mee begonnen met deze. Dat zijn Fiatjes. Fiat. En dat grote stuk beton wat je ziet, dat is onder onze oude veldjes. Onze oude boerderij stond hier. Maar dat is afgebroken en volgestort met beton. Ja. En hier komen strakjes al onze karren te staan met bieten. Ja. En dat zijn er een hele hoop. Waarschijnlijk gaat het niet eens passen. Nou, dat denk ik ook niet. Beetje beton erbij storten. Ja. Eens kijken, waar is onze pick-up truck? Daar is onze pick-up truck met mooie neon kit eronder, hè? Hoppakee. Hoppakee. Ik ben er weer bij de rooier. Alleen deze gaat niet zo snel net als de Beetle. Wow. Het is wel een offroadwagen. Ik weet pas een leuke offroadwagen. Wacht even. Winkel. Winkel. Deze. Ja, 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 ja. Dat wordt hem. Maar jij moet raden wat het is. Blauwe. Hij is blauw, ja. Ja, die met die hele grote banden. En die monster truck.
Monster truck, ja. Yep. Oh, ik heb ook nog een jeepje hier, oh. Oeh, oud leger jeepje. Hebben we ook een Nederlandse kentekenplaat? Eens even kijken. Nee, wel Luxemburg. Lijkt erop. Het lijkt erop, zo geel. Mud. Street. Of rood. Doe maar mud. Ja. Dit is pas een monster, jongens. Monster truck. Maar ik vind het jeepje leuker. Hoppakee. Oh, dat werkt goed. Er zit nog aardig pit in. Wow, even driften met een jeepje. Oké. Hier gewoon over het veld met 180. Hoppakee. Niks aan de hand. Werkt gewoon. Oké. We gaan weer even naar de werker toe. Maar ik moet wel mijn tijd in de gaten houden, ja. Maar ik hou het in de gaten. Ik kan dat tegen je zeggen. Hou het in de gaten. Ja, en ook dat ik geen appje krijg, want dan moet ik alsnog. Het kan wel eens eerder worden soms. Oké. Wat een timing, jongens. Oh. Ik ben op de helft van mijn veld. Ik kom best wel een aanval bij ons gesproken. Mijn vent, die heeft wel mijn hernia. Ja. Ja, hij is niet vooruit te branden. Oh. Nou is mijn keeper ook gewoon helemaal vol geladen. Ja, zo aardig groot is het. Ik heb een beetje moeite. Dat is best wel een bak, hè? Ja. Ik bedoel, 45 ton. Dat is best wel een hoop. Wow. Oké, ik krijg dit dus een appje. Nou, oké. Ja. Ja. Mooi stoppen. Ja, ik ga eventjes deze legen. Zo. Oké, dan zeg ik de mensen die aan het kijken zijn, die zeg ik gedag. En ik hoop dat jullie de volgende video ook gaan bekijken. Ja, dan zijn we waarschijnlijk weer iets verder. Misschien ook niet, ik weet het niet. Maar ja, voorlopig is het bietenoogsten. Dus veel zullen jullie niet missen. Dus dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later!